Verschillende sterren hebben met verdriet gereageerd op het overlijden van Michael Gudinski. De Australische platenbaas en tourpromotor overleed maandag op 68-jarige leeftijd in zijn slaap. Zo heeft zijn label Mushroom Records bekendgemaakt. Tekst gaat verder onder advertentie. Gudinski maakte gedurende zijn carrière artiesten als Kylie Minogue en Nimi Barnes groot. Hij was sterk gefocust op lokaal talent, maar haalde ook grote acts als The Rolling Stones en Frank Sinatra naar Australië. Recenter werkte hij onder andere met Bruce Springsteen en Ed Sheeran. Beiden betoonden via sociale media hun laatste eer. Sheeran postte op Instagram een foto van hem en Gudinski op het strand terwijl de zon ondergaat. "Ik zal je missen, vriend," schrijft de zanger erbij. "Ik heb de afgelopen 50 jaar de wereld rondgereisd en nooit een betere promotor ontmoet," reageert Springsteen. Hij zal worden herinnerd door artiesten van over de hele wereld, elke keer dat ze voet op Australische bodem zetten. Kylie Minogue prees Gudinski vorige maand nog voor het organiseren van een concert voor kleine steden die waren getroffen door zowel bosbranden als de coronapandemie. Zijn passie voor de muziek scène, voor artiesten, crews en publiek kent geen grenzen, schreef ze toen. Buzzelets blokkades.